neem blauwen, omdat ik de studie Fries ik niet in had tussen 2002 en 2004. Ik had het prachtig vond en ik gun het elke neer. Ja, Bos uit Leeuwarden. De studie in het Fries moet in Groningen blijven. Als dat niet gebeurt, dan richten wij opnieuw op de Universiteit van Franeker. U bent dus gewaarschuwd en veel succes. Omdat hier in Grijns het jinnigste en het normaalste plak is, dat het jongwerk in. Het zou beskamsen wezen als er geen plak in het noorden van het land wie, dat men op academisch niveau deze studie volgen kon. Ik ben Ernest de Lange, ik ben rechtshistoricus en oud-notaris in Ljouwert. De studie Fries moet blijven omdat ik anders thuis gemolesteerd word. Waarom moet het Fries blauwen? Fries is maar een Lietse taal. Het kan alleen bestaan blauwen als mensen dat zelfs willen. Had er in Utrecht de taal spreken, schreeuwen, erin leren, had er in uitlezen. Daarvoor is ik onderwijs nodig. Ik heger onderwijs. Ik ben bij mensen nodig die de taal bestuderen en hun oren in onderwijs overdragen. Daarom moet het Fries iets doen. Ik vind het volle 100% bestaan blauw. Dank u. Wolle je wel even een brief naar staatssecretaris Halbe Zijlstra sturen voor het behoud van het Fries in Grijns. Amen. Het Fries mag er blijven in Grijns. Halbe, hart is goed. Ik kom uit de stelling morgen, maar ik vind dat het Fries blijven mag. De Universiteit van Grijns moet net vergeten dat zij een universiteit is voor de hele noordelijke part van de Nederlanden en voor het noordwestelijke part van Duitsland ik. En met daarbij net vergeten dat de geschiedenis en de toekomst van dat hele gebied alles te doen heeft met de eigen taal en cultuur, het Fries, ik het Neder-Saksisch. En die moet er aandacht aan gaan en die moet dat handhaven je en net waar trap je in een of andere Europese studies. Hoe hel je het met de holle? Want het is je eigen uiteringsvorm. Proost op de ideeën van het Fries Instituut en op de ideeën van de top van de opleidingskolom van die van het Fries is. Proost Halbe Zijlstra, dat is de grootste leergraver die de Friese taal ooit kent had. En nou ja, ik ben mijn baan misschien ook wel kwijt, tegen dank. En nog een noffelijk, ja ik weet het ook, noffelijk niks eigenlijk. Ja, Kees van der Meulen van Grauw. Het is schoof en schande dat het Rijk zou bezuinigen op cultuur en in benamen op de cultuur wat het Fries kon belangen. De universitaire opleiding in Grijns, die mat bloeien. Dat wil ik maar even zeggen. Ik wil even zeggen dat het nergens naar ooit dat ze de studie Fries als zelfstandige studie opheffen willen. Het Fries is volle ouder als het Nederlands, dus het is een heel waardevol historisch erfgoed wat nog volop Joterdijk in gebruik is, die taal. Dus het Fries moet als zelfstandige studie bestaan blijven in Grijns. En dat moet ze in Den Haag maar goed jaren. Het spreekt vanzelf dat Fries blijven moet. Maar het is een tweede Rijkstaal, het is al meer als we nou reden. Maar benamelijk, het is dus voldoende met geschiedenis en het Fries. Reden de oor van het Fries woord te stipje. Dank u wel. In een Rijk moet twee Rijkstalen. Je hebt een Rijksuniversiteit in beiden de master om te bieden. Dank u wel.